En die heb ik aan de telefoon. Hey, je spreekt met Koen Bos. Koen Bos, hoe is het? Ja, alles goed man. Zeker, zeker. Ja, ja, gaat lekker, gaat lekker. Waar kom je vandaan, Koen? En hoe oud ben je? Hey, ik kom uit Raalte. En ik ben 29, bijna 30 jaar. Ja? Ja, Raalte. Het is een Zwolle deze, voor de mensen die me kennen. Ja. Nou ja, ik ken jou van TikTok natuurlijk. En sinds kort in de groep ook. En volgens mij ben je aardig populair daar. Jawel, redelijk. Ja, ik heb bijna 26.000 volgers op TikTok en ja, gaat lekker. En hoe is dat begonnen voor jou? Hoe is het begonnen? Ik ben, even kijken hoor, in juni heb ik door een vriendin heb ik dit account aangemaakt. En eigenlijk deed ik er eigenlijk op dat moment niet zo heel veel mee. Ja. En in september heb ik één filmpje opgenomen en die is keihard viraal gegaan. Ja. En aan de hand daarvan ben ik eigenlijk door gaan borduren om te blijven TikTokken. En wat is jouw passie, zeg maar? Want als ik dan kijk op TikTok, je doet heel veel met muziek volgens mij. Volgens mij is dat ook een passie van je. Klopt, ja, klopt. Ja, en ik ben in mijn vrije tijd, normaliter, ben ik ook MC. Ja. Dat doe ik dat op grote feesten en dergelijke. Ja. Ik maak muziek inderdaad. Ik speel piano, ik zing een beetje voor mezelf erbij. Ik schrijf ook muziek. Ja, dat vind ik wel leuk om te doen. Ja, dat doe je met onder andere ook een hele populaire, zag ik, Timmy Tirol. Ja, Timmy Tirol. Ja, misschien wel leuk om te vertellen. Ik ben natuurlijk ook, klein voor stuk. Ja. Ik ben 1,30 meter. Ja. En, Timmy Tirol is 1,28 meter. En wij zijn met z'n tweeën, een feestduo. Hij is DJ, party DJ overal. En sinds vorig jaar mij erbij boeken als MC. Dus, ja, we hebben ook al redelijk grote festivals en dergelijke gedaan, zoals het Koen en Sander Fest ja. In het laatste jaar, zeg maar, dat dat voor de corona kwam. Mm-hmm. En we hebben op Nijmegen Vierdaagse hebben gestaan en ook onder andere op allerlei verschillende partijen. We zouden op de Zwarte Cross geboekt worden, maar helaas is dat niet doorgegaan vanwege de corona. Ja, en hoe is dat zeg maar ontstaan? Want het is best bijzonder dat je op dat soort festivalen mag staan. En ik vind het, ik heb het video's gezien natuurlijk van Koen en Sander. En dat zag er fantastisch uit. Ik bedoel, dat zullen mensen die zullen ervan dromen dat ze daar op die manier mogen staan natuurlijk. Want er stond aardig wat publiek, zag ik. Maar hoe is dat begonnen dan voor jou en Timmy, zeg maar? Ja, het is voor mij, Timmy die stond er al een x-aantal jaren. En die was ja. Eerst af en toe op wat kleinere zaaltjes daar. Ja. En toen heeft hij een x-aantal minuten, ik geloof in het begin was het 10 minuten, ik heb het hoofdpodium gestaan. En ik ben het jaar voordat ik MC bij hem was, toen was ik als entertainer daar, zeg maar, ook al op ja. Het podium. En hij draait daar en ik zie op een gegeven moment, ik kom zelf wel uit de entertainmentwereld en ik ben ook ook een prestator geweest op campings en dergelijke, weet je wel, want daar ja. In het verleden heb ik daar ook gewerkt. En ik zie gewoon dat hij een MC mist. En ik ben best wel creatief in het denken van bepaalde concepten. Ja. En ik denk van, nou hoe vet is het als je dan al één kleine DJ hebt, maar ook gewoon nog een kleine MC erbij. Ja, dat is natuurlijk een, ik wil niet zeggen een gat in de markt, maar het heeft natuurlijk iets bijzonders. Ik bedoel, mensen vinden dat tof leuk. Letterlijk gekeken op internet, maar het bestaat letterlijk niet. Nee, je hebt natuurlijk wel een circus, dat soort dingen. Ik weet, bij Circus Rens had je er altijd wel één en dat was altijd entertainment. Ja, nou kijk, weet je, ik doe wel bepaalde soort entertainment, dat zegt het wel direct bij. Ik ben niet van het clownesk of van het kaboutergehalte, zeg maar. Nee. Maar ik ben wel meer van de party opruien. Ja, je wil gewoon een, ja eigenlijk gewoon, en dat klinkt heel raar, maar gewoon een normale MC ja. Die gewoon zijn lekker zijn ding doet en eigenlijk gewoon lekker het dingetje presenteert. Eigenlijk wat ik ook doe op een andere manier, ik presenteer zeg maar ook. En het is gewoon lekker om een feestje eigenlijk gewoon, ja, DJ die staat te draaien en jij, ik wil niet zeggen blerren, maar je scheelt gewoon lekker mee van kom ook met z'n allen, dat soort dingen, ja. Ja, precies. En dat doe ik. En dat deed ik eigenlijk sinds begin van vorig jaar. Ja. En toen had ik ook nog geen TikTok, zeg maar. En op dit moment toen, zo is mijn TikTok ook wel een beetje ontstaan, omdat ik ook altijd, veel in de regio in meer entertainment recreatie had. Ja. En toen kwam ik eigenlijk achter dat het maken van bepaalde TikTok-filmpjes en dergelijke ook gewoon ontzettend leuk was. Nou ja, en die Jeroen Lemma Challenge, weet je wel, die ja. Dansje, dat we toen met z'n allen deden. Ik heb hem dus schijnbaar één keer in de achtertuin hier bij mij thuis gedaan. In een korte broek die hij echt Johan, ik zag er niet uit. Ja. Maar goed, ik heb daar in mijn korte broek hier op de blote voeten, haar in die staan, weet je wel. Ik had maar 30 volgers op dat moment. Ja. En er waren een goed paar vrienden in contact uit mijn telefoon en verder niet. En
op een gegeven moment, ik zet hem s'avonds online en de volgende morgen kijk ik op mijn telefoon en ik heb in één keer 1200 volgers. Zo. De laptop was af. Ja. En dan was dat filmpje in één keer 12.000 keer bekeken. Ja, het zijn, zijn mooie dingen toch? Ja, en inmiddels staat hij bijna op de 900k. Ja, dat is niet normaal. Maar, en hoe is dat dan verder? Want hoeveel heb je er nu? Hoeveel volgers heb je nu inmiddels, na een jaar? Ja, nou, het is eigenlijk in september ben ik er pas echt officieel mee begonnen. Oh, oké. Okay. Dus sinds een half jaar eigenlijk. Ja, ik heb het account wel langer, maar ik reken mezelf van september. Ja. Ik heb bijna 26.000 volgers. Ik heb 25,8 jaar. Zo, dat is aardig wat. Ja. Dat is aardig wat. Nou ja, er zitten heel veel, we zitten natuurlijk samen in dezelfde groepje. En we zitten ongeveer een beetje hetzelfde. Sommigen erboven, sommigen er net onder. Ja. Maar we zitten ongeveer wel rond 26.000. Alleen maar leuk natuurlijk om, ja, om zoveel aandacht natuurlijk te krijgen. Precies. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt, en ik doe het echt op mijn manier. Hè. Ik zit mezelf ook niet te kijken of zo. Niet belachelijk maken. Gewoon op een leuke manier. En ja, natuurlijk, filmpjes staan ook wel aan. Ja. Dat is logisch, omdat ik natuurlijk wel kleiner ben, maar daar doe ik het ook wel mee toe. Omdat dat zelf ook wel mooi vind. Maar wat is zeg maar jouw specialiteit op TikTok? Ik weet dat je een beetje ook met humor dingen doet. Dus je doet echt leuke films ook. Ja, natuurlijk, weet je, kijk, ik zeg altijd, ik maak geen misbruik van mijn lengte, maar wel gebruik. Ja. Kijk, en dat is denk ik mijn specialiteit. En daar ik wil veel mensen om lachen, maar ik doe heel veel verschillende dingen hoor. Ik doe ook lip-syncies, yep. Dansjes, duetjes, noem maar op. Ja, om even terug te gaan, nou ja, dat klinkt even raar natuurlijk, maar naar het stukje lengte zeg maar. Omdat je zegt, ja, ik gebruik het. Maar dat is natuurlijk logisch, want je wil natuurlijk ook daarmee deels ook gezien worden natuurlijk. Want ik weet dat heel veel mensen zoals, ja, zoals jij eigenlijk, worden ondergesneeld. Omdat ze zeg maar te klein zijn en eigenlijk heel veel mensen die durven zeg maar ook niet. Om dit soort stappen te zetten. Klopt, ik denk dat inderdaad ook wel het geval is. Kijk, en wat ook wel een beetje... Dat is misschien ook wel belangrijk om te vertellen, tenminste voor mezelf, is dat vanuit vroeger werd er natuurlijk naar kleine mensen, in dit geval even Lilliputters om het zo te zeggen, werd er naar gekeken als, ja, dat waren clownen, dat waren grappige mensen. Ja, circus, wat ik zeg, circus eigenlijk natuurlijk. En heel veel mensen, en ik geld daar ook wel een beetje bij hoor, je wil wel gewoon normaal meedraaien, of een beetje zeg ik geld daar ook bij, je wil wel gewoon normaal meedraaien in de maatschappij. Ja. Kijk, en dat is voor heel veel mensen die daar dus heel erg onzeker over zijn. Kijk, ik ben daar niet onzeker meer over. Ik ben dat wel geweest, maar nu inmiddels niet meer. Ja. Maar in de periode dat ik, of nu heb ik het allemaal geaccepteerd. Kijk, ja, dan doe ik wel gewoon mijn ding. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet geaccepteerd hebben. Of in ieder geval die het toch, ja, die niet kunnen, die het niet echt kunnen dragen of iets dergelijks. En die vinden het gewoon moeilijk om naar buiten, weet het, om bepaalde dingen te uiten en dergelijke. Ja. Dat snap ik ook wel. Nou ja, het mooie zeg maar aan deze radio is, wij zitten ook in een apart groep met Foute Radio, ook met een aantal mensen die hebben ook een verstandelijke beperking zeg maar. Dus die hebben ook, daar komt het eigenlijk op neer, die hebben ook heel veel onzekerheden en wat jij eigenlijk zegt, die worden ook heel vaak buitengesloten van de maatschappij. Tenminste worden uitgesloten omdat er dan vaak wordt gezegd, en in dit geval misschien met je lengte, van ja dat kan je niet, dit kan je niet, dat kan je niet. Dus dit is wel een heel mooi verhaal, in ieder geval voor deze radio zeker een heel mooi verhaal, want ik weet dat het dit soort mensen ook een beetje gaat helpen. Ja, leuk. Ja, ze mogen überhaupt altijd wel contact met mij opnemen met dit soort dingen, weet je wel. Ik vind het ook altijd wel belangrijk om ook gewoon, ik ben wel iemand die klein is, maar ik ben wel iemand die ook wel in de maatschappij ook wel ervoor zorgt dat ik ook wel laat zien dat ook kleine mensen bij de maatschappij horen. Ja, je bent lekker spraakzaam ook natuurlijk. En dan wil ik echt niet zeggen dat niemand dat doet, want dat zullen heel veel kleine mensen dat doen, mm-hmm. zeg maar. Maar gewoon, ik vind het wel belangrijk om het te laten zien dat er een bepaalde positie in het leven is, die ook gewoon... ondanks je beperking wel gewoon ontzettend gelukkig gaan maken. Ja, je bedoelt eigenlijk zeg maar, ik noem het altijd een beetje als een boekje zeg maar, je wil het boekje eigenlijk gewoon openslaan en luisteren, dit kun je gewoon veranderen. Het maakt niet uit hoe wat je bent, maar je kan alles kan je worden wat je wil als je maar als je maar voor gaat. Wat je ook hebt. Precies. Ja. Precies. Dus dat heb ik inderdaad, dat vind ik dus heel erg. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat je wel gewoon mee profileert in de normale samenleving, om maar zo te zeggen. Ja, nee, helemaal mee eens, helemaal mee eens. Dan kom ik bij het volgende, want je hebt het natuurlijk over entertainment, je hebt het over zingen, piano spelen. Heb je ook daarbij eigen singles? Maak je ook eigen singles? Nou ja, ik heb dus in het verleden heb ik Klein maar fijn gezongen. Ik weet niet of jij dat ook al hebt gezien. Weet ik niet. Dat staat op YouTube. Ja. Klein maar fijn. Ja. Maar dat zeg ik direct even bij. Ik heb die opgenomen in een periode dat ik,
nog niet zo heel goed piano speelde en ook niet zo heel erg goed zong. Ja. Die avond voordat ik dat ding had opgenomen, had ik een slokje te veel op. Mm-hmm. Dus ik was een beetje schor. Dus ik heb hem opgenomen. Ik ben er niet echt heel erg trots op qua zang en dergelijke, maar wel qua tekst en muziek wat ik er heb neergezet. Dat liedje heet dus Koenbos Klein maar Fijn. Dat kun je op YouTube vinden. En even kijken hoor. Verder schrijf ik gewoon eigen muziek, zeg maar. Ah, dat is wel mooi. Ik vind het wel heel mooi hoe jij daar ook over vertelt, zeg maar zo. Gewoon, dat je gewoon lekker bezig bent met je passie en alles. En op die manier. Dan gaan we naar het stukje entertainment. Dus aan het einde gaan we nog even social media. Dus dan kun je alles, kun je dan daar ook nog even reclame voor maken. Dan gaan we naar het stukje entertainment. Nou ja, ik ben zelf ook, ik noem mezelf eigenlijk ook geen zanger, ook meer een entertainer, zeg maar. Maar wat vind jij tegenwoordig? Jij kent natuurlijk ook denk ik wel een aantal zangers. Ik ken behoorlijk veel zangers en zangeressen en entertainment, ja, daar ken ik er wel redelijk veel van, ja. Nou, wat ik probeer te doorbreken, in ieder geval zelf ook in die wereld, zeg maar, dat het niet altijd gaat om de zang. Hoe vind jij dat? Ja, ik vind dat ook. Daar ben ik helemaal mee eens. Kijk, ik vind het plaatje totaal moet kloppen. Ja. Ik ben heel erg van, als je hebt bijvoorbeeld, ik geef even een voorbeeld hoor, maar dan heb je bijvoorbeeld Davina Michel. Ja. Ik vind haar net te goed in zingen. Misschien is dat nog niet eens goed voor Anouk, laat ik even Anouk zeggen. Die is echt super goed in zingen, maar die kan gewoon niet entertainen. Die heeft gewoon niet echt een ik vind haar te rustig op het podium. Ik vind haar niet leuk om naar te kijken. Ja. En dan heb ik liever dat iemand iets minder kan, of iets minder, maar in ieder geval één of twee minder kan zingen. Ja. En dan wel dat het goed kan entertainen. Ja. Want dan hou je het ook gewoon leuk om naar te kijken. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, want wat ik merk in ieder geval ook in de muziekwereld, nou jij zit er zelf ook in die entertainmentwereld in, dus jij merkt ook denk ik wel af en toe de haat en nijd die er natuurlijk speelt in de muziekwereld. Ja, ja. En heb jij daar ook mee te maken? Laten we dat zo doen, want ik ken een aantal zangers die zeggen van ja, ik die en zus en zo, die gaan natuurlijk achter je rug om lopen praten over die en die. Maar wat maak jij daarvan mee? Ja, ik heb daar geen, deels dat mee te maken gehad, maar ik ga geen naam of zo verder. Nee, dat snap ik, maar het is meer gewoon van over het algemeen. Ja, het is wel... dat er bepaalde dingen niet gegund worden of dergelijke. Ja, dat gebeurt het. Ja, is dat ook bij jou in de buurt, zeg maar? Ja, maar dat is ook wel wel, joh. Ja. Ik bedoel, ik ben in heel Nederland al geweest en met het MC ben ik daar iets minder bekend mee, maar met het entertainer gehalte, ja, daar snoepen ze wat van elkaar weg, hoor. Dat gebeurt wel. Ja, nee, snap ik. Dan gaan we daar eigenlijk een beetje naar het laatste stukje ook, omdat je natuurlijk ook een beetje moet opschieten. Waar kunnen ze jou boeken en hoe loopt het op dit moment met de boekingen? Ja, ik kan zeggen, kijk, we hebben Ronnie en Thijs management, daar kun je mij al boeken. Dat is dus de management ook van Timmy Tirol. Ja. En dat is zeg maar ook van Ronnie Ruijsdaal, weet je wel, die zanger. Oh, ja, ja, ja. Dat is het managementbureau ook daarvan, zeg maar. En kijk, en je kunt gewoon op Kaap Bos Entertainment, dat is mijn eigen kaartje. Ja. En daar kun je mijn gegevens op vinden. En daar kun je ook gewoon kijken, als we dan toch even op social media, dan kun je me volgen op Koenbos 4. Ja. Koen is met K. Koen is met de K en Bos is met SCH. En dan nummer 4. Dat is mijn Instagram. Mm-hmm. En op TikTok kan ik te vinden op Koenbos. En dat is gewoon Koenbos aan elkaar. En YouTube? YouTube heb ik nog niet, maar die wil ik wel officieel gaan maken, zeg maar zo'n account. Maar die komt eraan, daar ben ik mee bezig. En YouTube liedjes zeg maar van die andere, die heb ik op een ander account staan, dus vandaag. Oh, oké, okay. Nou ja, dan kunnen mensen dat in ieder geval vinden en dan komt dat in ieder geval helemaal goed. Ik zal zeggen, ja dan misschien komt het nog wel bij. Ik heb nog wel iets leuks, ik heb met degene gesproken van Foute Radio in ieder geval. Hij wil je in de studio hebben. Oh, top man. Ja. Dus hij heeft tegen mij gezegd, nou, dat vind ik wel leuk en laat hem maar een keer komen. Dus ik zal zeggen, het is wel Zoetermeer. Oh, dat is geen probleem. Dat heb ik het wel een keer voor over, jongen. Oké, okay, nou, niet dat het heel erg is. Oh, dan hou ik wel even contact met jou. Ja, is goed. Neem je dat Timmy ook mee of niet? Dat gaan we proberen. Dan komen je gewoon met z'n tweeën en dan doe je gewoon een stukje, weet ik veel, MC'en met DJ op de radio, live. Dat zou toch wel tof zijn, hè? Dat moeten we wel even kunnen tikken, toch? Moeten we toch regelen, gaan we gewoon een keer doen. Komt helemaal goed. Koen, ik wens je in ieder geval heel veel sterkte zo meteen. Hey Johan, bedankt man. Dankjewel. En we spreken elkaar. En bedankt voor het telefoongesprek. Geen probleem, kom goed. En vanavond komt hij natuurlijk ook op YouTube, hè? Dus kun je hem ook nog terug horen en delen. Thanks, Koen. En om 4 uur op de, of nee, om 5 uur op de radio. Ja, gaan we doen. Is goed, hoi.